Mark Oosterling kan maar moeilijk stilzitten. Toch zal hij de komende 50 uur niet veel bewegen. Nu dacht ik, nou, dit is een mooi kansje om wat geld binnen te slepen voor de studie, zeg maar. En voor de rest natuurlijk gewoon voor de lol, voor het plezier. Gewoon de gekke dingen doen. En dat is wel leuk. Paalzitten is een kunst op zich. Gelukkig heeft Mark een goede tactiek bedacht. Zitten en zo lang mogen zitten. En gewoon naar het laatste punt eindigen en dan komt het wel. De kandidaten moeten het weliswaar 50 uur volhouden op zulke paaltjes. Tussendoor kunnen ze wel even pauze nemen. Ze mogen na 3 uurtjes mogen ze een kwartiertje rust hebben waarin ze gewoon wat voor zichzelf kunnen doen, maar waar ze ook gewoon gemasseerd worden. Dan moeten ze de paal weer op. Sta ik er goed op of niet? Na wat foto's voor de fans en een briefing van de organisatie. En er wordt in principe gewoon 1 keer per uur gevraagd of jullie wat willen drinken. Moet Mark nog echt aan de bak. Zal ik je paraplu even houden? Ja, is goed. Maak je foto uit de lamp. 4, 3, 2, 1. Ja, daar gaan we. Zo'n paal is even wennen voor Mark, maar de eindstreep denkt hij zeker te gaan halen. Ik heb er nog niet echt een helder gevoel over, maar ik denk dat het wel moet lukken. We gaan ervoor.